Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly en wij zijn onderweg naar camping De Groenendaal in Loenen. Nou, we zijn hier al derde keer nu. Oh, derde keer nu. Of de vierde keer. Ja, ik weet het niet. Nou, derde of de vierde keer. Nou, maakt niet uit. We gaan voor... Ja, vaak in ieder geval. Ga je hier ijs kopen? Het is trouwens... Wacht even. Ik kan geen ijs kopen. Oh. Dit is trouwens ook de enige camping waar wij meerdere keren per jaar terugkomen. Ja. Ja, dat is waar. Ik heb een verrassing voor jullie. Tadadada. Coco is mee! We hadden eigenlijk al afscheid genomen van hem. Ja. We hadden jullie al afscheid laten nemen. Ja. Maar hij is toch weer mee. We hebben hem meegenomen. Ja. We gaan ook maar heel eventjes naar de Groenendaal. Maar onze vakantie is vandaag begonnen. Ja, nou ja, we hadden toch zin om er even tussenuit te gaan. Na deze trip gaan wij op fietsvakantie. Ja, nou. We kunnen nu nog even relaxen. Ja, onze billen kunnen nu nog ontspannen. Ja. Straks hebben we decubituswondjes misschien en blauwe plekken en weet ik het en zadelpijn en alles wat erbij hoort. Nu nog niet. We zijn inmiddels gearriveerd op natuurcamping De Groenendaal. En we staan nog op de oprit. Nelly gaat eventjes Ilona ophalen. Zodat we naar de campingplek, naar de kampeerplek begeleid kunnen worden. Maar wat mij nou gelijk opviel bij de ingang, en dat is echt heel leuk. Ze hebben een nieuw bord bij de ingang staan. En ik had het eigenlijk al vernomen van Ilona, want Ilona is eigenlijk een vriendin geworden van ons. En ze had al een appje gestuurd. En ja, ik wil het jullie eigenlijk gewoon gelijk laten zien, want het is echt heel leuk. Dit is het nieuwe bord wat bij de ingang staat van de camping. En wat nou zo leuk is, onze caravan staat er gewoon op. Dit is toch fantastisch. Een camper, een tent... En een ei. En natuurlijk wild. Want daar staat deze camping bekend om. Dat je hier echt heel veel wild kunt spotten. Nou, ik vind het echt super gaaf. En ik zie dat Nelly Ilona opgehaald heeft. Dus wij gaan naar onze plek toe. Ze heeft trouwens ook een nieuwe kar. Een nieuwe golfkar. Tenminste, ik noem het een golfkar. En ze zitten er met z'n tweetjes in. Ik zie eventjes zo niet wie die ander is. Ai, ai. Dus we gaan die kant op. Nou, daar gaan we hoor. We zijn er weer. We zijn er. Nou, we weten inmiddels de weg, maar je wordt hier altijd koninklijk ontvangen, vind ik. Je wordt altijd naar het veld toegereden door Ilona. Ik weet trouwens niet wie daarnaast zit. Heb jij dat gezien? Ja, dat is een vriendin. Oké, leuk. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben sowieso benieuwd wie er allemaal op het veld staat. Of het druk is of rustig. Ja, spannend altijd weer hoor. Bekende weg dit. Tiny house. Ja. Oh, er staan er nu twee, of niet? Twee tiny houses. Kijk, en dit moment als je veld oprijdt, vind ik altijd gewoon... Ja, kijk even. Wat een uitzicht hier. Hoi, hoi. Welkom op de Groenendaal. Ja, dank je. We hadden plekje 6 voor jullie. Ja, prima. Jullie helemaal goed. Want we hebben nu de plekjes 10 meter allemaal gemaakt. Ja. En dan we dachten plekje 6. Dat is deze? Nee, dit is voorbij de camper. Oh ja. Ja. Of weer een nieuwe kar. Ja, gaaf man. Die velgen ook onder. Echt heel mooi. Ja, hij is mooi hè? Ja. Ja, dat is het net van mij, Vivian. Oh, ja, leuk. Leuk. Onze plek op natuurcamping De Groenendaal. Nummer 6 staan we. Nou, wat ik altijd zo fijn vind aan deze camping is dat je auto gewoon lekker naast je caravan mag laten staan. En natuurlijk het uitzicht. De keren dat wij hier geweest zijn, is nu de derde keer. Dat zei Ilona net tegen ons. Ik twijfelde tussen 3 en 4 keer. Maar de keren dat we hier zijn geweest, staan we eigenlijk altijd op deze plek. Of in ieder geval aan deze kant van het veld. En als je hier staat, dan is dit je uitzicht.
Het blijft gewoon een speciale plek. Het is gewoon niet normaal. Daar staan ook allemaal caravans, campers, zelfs een tent staat er ook. En nou ja, als je dus daar staat, dan sta je aan de rand van het bos. En helemaal achterin, daar staat zelfs ook nog een camper. Daar sta je ook aan de rand van het bos. Ik weet trouwens niet of je daar ook stroom hebt. Maar aan deze kant heb je sowieso stroom. En aan de kant waar wij staan ook. Ja, dan heb je dus uitzicht over dit hele grote veld. Het is een natuurgebied. Ja, er loopt eigenlijk van alles rond. Er lopen damherten. Schotse hooglanders lopen er. Hier zit een nest met een torenvalk. Dus dat is ook heel gaaf. Ja, hier loopt zelfs de wolf, vertelde Ilona net. Maar dat wisten we al. Maar hij is de laatste tijd best wel actief. Wat heel jammer is. Want Ilona die stuurt ook af en toe een fotootje van een kalfje wat dan echt aangevallen is door een wolf. En wat gewoon eigenlijk gewoon helemaal verscheurd wordt. Dus dat is echt, echt heel vreselijk. Tenminste, ik vind dat heel zielig. Maar ik hoop dat wij die wolf niet gaan tegenkomen hier. Want ik ben er niet zo fan van. Maar ja, het blijft gewoon echt een hele bijzondere plek. En ja, ik zei het net ook nog tegen Nel. En dat heb ik ook al in de vorige vlogs gezegd. Het voelt ook echt als thuiskomen dit. Het voelt echt, het is gewoon een vertrouwde plek. En het voelt goed hier. Dus ja, we zijn hier 2 nachtjes, heel kort. Maar lang genoeg om het heel leuk te hebben. En we gaan ook even uit eten met Ilona, dat is morgen. Dus dat is ook leuk, kunnen we even bijpraten, want die vrouw die heeft het altijd druk. Dat is trouwens de eigenaresse, want volgens mij heb ik dat helemaal niet verteld. Maar daar gaan we even lekker bijpraten en wat leuk. Het is trouwens avond, we kwamen hier best laat aan, rond 1 uur of 8. Ik denk dat het inmiddels iets van 9 uur is. 9:10. De caravan staat op zijn plek en Nelly die zit binnen, dus ik ga er snel naartoe. We hebben een lange dag gehad, we hebben gewoon gewerkt, dus ik ben best wel een beetje gaar nu. Ik denk ook dat we een beetje vroeg ingaan en gaan we gewoon morgen lekker hier gewoon lekker relaxen of even wandelen ergens of zo. Hier is trouwens ook een kijkhut. Daar kun je lekker in gaan zitten, er staan ook stoeltjes in. En dan kun je lekker met je verrekijkertje kun je daar wild spotten. En het is echt heel vaak dat hier gewoon echt roedels met herten lopen. En we zijn er ook wel eens geweest dat er burlende herten waren. Dat was ook heel leuk. Ja, ik ben blij dat ik er weer ben. Ze hebben sinds kort trouwens ook van die houten bordjes met de nummers erop. Dat is ook nieuw. Kijk, hier staat nummer 6. En dan hebben ze een afstand gemaakt van de tussen de kampeerplekken in. Of in ieder geval, hier heb je een rijtje met tegels. En 10 meter verderop ligt ook zo'n rijtje met tegels. En dat is eigenlijk de plek die je dan hebt. 10 meter. Nou, een beste plek hoor. En Ilona heeft het eigenlijk zo gemaakt dat iedereen een mooi uitzicht heeft. Dus daar kun je ook nog staan. Het zijn 2 plekjes, maar de rest van die kant, dat blijft vrij. Dus als je daar staat, heb je altijd een mooi uitzicht. En zo heeft iedereen hetzelfde uitzicht. Nou, Nelly vermaakte weer op haar best met onze Coco. Ja, die is vrij, hè? Is die vrij? Ja, doe dicht die deur. Shit, hé. Laat ik die deur gewoon echt wagenwijd openstaan. Mm-hmm. Ja, hij moest er even uit. Ja, tuurlijk. Die vogel die heeft ook een lange reis achter de rug. Ja, ik moet even een beetje water. Heeft hij al hallo gezegd? Hallo. Coco. Ja, hallo. Nou, gezellig. Nou, wij gaan even een theetje doen. En even wat lekkers erbij. En dan gaan we daarna lekker slapen. Dus ik stel voor dat
dat we morgenochtend weer bij jullie terug zijn. Vind ik wel een goede deal. Toch, Nel? Ja, dat is een hele goede deal. Ja, morgenochtend zijn we fris en fruitig. We zijn nu gaar. Ja, heb ik net verteld, gewerkt, dag gewerkt. Niet zo klein beetje ook. Ja, dus we zien jullie morgenochtend weer. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is weer ochtend, zoals jullie zien. Nelly zit alweer aan de pannenkoek. Mijn yoghurtje staat alweer op mij te wachten. En Cocootje zit hier. We hebben hem net weer in zijn kooitje gedaan, want hij maakte ons weer wakker vanochtend. Heel gezellig. Hoe heb jij geslapen? Ik heb top geslapen. Ja? Ja. Nou, super. Ik ook. Lekker rustig hier. Mm-hmm. Geen geluid. Op de achtergrond hoor je wel een beetje de snelweg, maar ik heb daar persoonlijk geen last van. Ik heb er ook geen last van. Nee. Nou, we gaan lekker even wat eten. En even wat plannen maken voor deze dag. Nog niks op de planning. Oh ja, fietskleding gaan we verkopen. Ja. Ik weet eigenlijk niet waar, dat moeten we nog even uitzoeken. En we moeten even kleine flesjes shampoo. Oh ja, we moeten alles in mini-verpakking gaan kopen. Ja. Even douchefris en shampoo, crèmespoeling. Of van die lege flesjes, als ze het niet hebben, wat je vullen kan. Oh ja, dat kunnen we ook. Dat kun je bij de Action kopen volgens mij. Ja? Ja. Oh. Ja. Nou ja, eerst even lekker eten en daarna ja, op pad, koffie en op pad. Nou, wij hebben een nieuwe koffiemolen besteld op bol.com. Had je die besteld? Ja, die is ook van het merk Vienna Koffie, ja. Waar de percolator ook van is. En dan kunnen wij natuurlijk die koffiebonen eventjes malen. En ik ben al even begonnen net. Nou kijk, ik ben al zover. Het is wel een klusje. Het is wel een je werkje ook inderdaad. Je hebt ook nog 1 tot 6 hier op staan. Dat is denk ik de hoe grof je het wil. Dan weet ik niet of 6 grof is of 1. Dat hadden we eigenlijk even in de beschrijving moeten Nou, volgens mij is het de beste stand om op 4, 5 te zetten, denk ik. Maar maakt niet uit. We gaan hem nu gewoon even op 6 zetten en dan zien we het wel. Oké. Okay. Nou, en dan moet je dus zo draaien. Hoppatee. Wat ouderwets. Ja. Je had toch ook wel mensen die zo'n ding aan de muur hadden waar je zo aan... We gaan weer helemaal terug in de tijd, joh, ja. Met die koffie. Handwerk. Ja, ze zeggen dat dit echt de allerlekkerste koffie is. Gewoon koffiebonen en zelf malen. Oh. Dit, is, ja, dit zijn de koffiebonen van Vienna Koffie, Intenso. Smaakomschrijving chocolade en sterk. Oh, oké. Okay. Coco vindt het volgens mij ook maar een vreemd tafereel. Ja, ik doe hem nooit. Kijk, nou. Nou, je moet er, nou wat, voor, je moet er wat voor over hebben, kijk dan. Oei, oei. Jij moet er nog wel even. Ja. Ja, ja. Dat is zo zwaar, joh. Ja, die wordt oud. Doe even mijn gym. Je moet geen visite uitnodigen. Nee, je kan hier niet meer koffie drinken. Dat kan niet meer. Er zitten nog een paar boontjes in. Ruikt wel lekker. Ja. Ja mensen, we zouden natuurlijk ook gewoon een koffiezetapparaat mee kunnen nemen. Maar wij vinden het koffiemomentje zo speciaal. Ja, dan moet je er ook iets voor over hebben. Spierpijn, joh. Ik moet ook nog op fietsvakantie, hè? Oké, nou, we hebben een klein beetje koffie nu. We gaan even kijken. Het is natuurlijk nog lang niet genoeg. Nou, de koffiebonen zijn gemalen. Kijk. Dus deze kan er bovenop gedraaid worden en dan kunnen we wachten. Ja, het is dus wel iets meer werk dan dat je gewoon kant-klaar koffie koopt. Oh. Maar dit is dus het idee. Vienna Koffie.
Volgens mij heb je ook nog een modelletje dat dit zwart is. Oh. Maar ik vond dit wel leuk passen bij ons percolator. Ja, dat is waar. Dus vandaar dat ik deze heb besteld. En de standen, ja, ik denk dat je dat gewoon zelf een beetje moet uitvogelen. Wat is nou de lekkerste stand? Hij stond nu op 6. Oké. Okay. Dus dan kunnen we misschien ook wel even een keer op 5 en op 4. Maakt toch niet uit. Nee. Kunnen we gewoon even proberen. Maar ik vind hem leuk. Dit kun je eraf halen. Kun je hem iets makkelijker opbergen. Dit moet je er ook afhalen om hem bij te vullen. Deze. Maar ja, leuk. Gezellig. Het pruttelpotje. Ik ben zo benieuwd of dit lekker is. Misschien is het wat sterk of te slap. Geen idee. We krijgen trouwens ook vaak op de opmerking, hebben jullie pruttelpotje in de vuilnis gegooid? En dat komt dan eigenlijk nadat wij filterkoffie hebben gezet. Dus met deze. Dit is natuurlijk de Alienelli koffie. Of in ieder geval, hier zetten wij echt gewoon altijd al koffie mee. In de caravan. Maar wij wisselen het gewoon een beetje af nu. Af en toe even het pruttelpotje en de filterkoffie ook af en toe. Want dat vinden we ook lekker. Dus we kunnen een beetje afwisselen qua koffie zetten nu. Ik ook. Qua sterkte is hij ook goed. Beter als die andere van Douwe Egbers. Ja. Ondertussen is Coco druk met kruimels zoeken. Ik heb hem taak gegeven. Tafel schoonmaken. Dit is wel handig. Al die kleine kruimeltjes, die eet hij op. Kijk. Vogels. Zit hij weer even voor aan te kijken. Wij gaan op pad. Wij gaan op fietskledingjacht. Het is een mooie dag. Het is ongeveer 1 uur. We hebben net even een bakje gedaan bij de buren. Ook leuk. Was gezellig. Was heel gezellig. Dus ja. We gaan nu even weg. En dan hoop ik dat wij fietskleren gaan scoren. Ja, 2 broekjes er even bij. Ja, 2 broekjes. Nee, nou, we zien het wel. En een jasje. Een regenjasje. Ja. Welkom bij Wolters Bike Totaal. Regenjassie. Wat heb jij een fel kleurtje? Ja. Dit is maat M, maar die is prima toch? Maakt uit. Er is het is misschien ook nog wel handig dat je er iets onder kunt dragen. Ja. En je valt lekker op in de regen. Ook. Mooi kleurtje. Het is zo warm. Ja. We zijn inmiddels weer terug op de camping. En we zijn 2 regenjasjes rijker. Plus een fietsbroekje. Dit is mijn regenjasje. Het is een zwarte regenjas van Agu. En wat nou zo handig is. Is dat je dat regenjasje in dit kleine zakje kunt stoppen. Maar dat kan ik doen. Dus stel het heeft geregend en je wilt je regenjas weer in je fietstas doen. Kun je hem in dat zakje proppen. En dan is de rest van je kleding ook niet nat. Ideaal. Ja, dat is slim. Als het er überhaupt in past. Ja, het is wel even passen en meten, maar het past erin. Want dit is het regenjasje van Nelly, een groene. Zelfde merk, ook hetzelfde modelletje. En er zit ook zo'n zakje bij. Nou, super. Super hoor. En we hebben nog een fietsbroekje. Een broek, nou ja, dat is gewoon een zwart broekje met een zeem. Kijken, waar is hij? Van Rogelli, volgens mij Rogelli. Ja, nou ja, dit is gewoon heel simpel. Zwart, zwart broekje. Kijk, het is het merk Rogelli. Ja, dit is wel, ik vind dit wel een vereiste voor als je op fietsvakantie gaat. Dat je gewoon een goede kwaliteit zeem hebt. En dat voorkomt zadelpijn. Nou weet ik niet, ja, ik ga vanuit dat ik zadelpijn krijg, maar dit zou moeten helpen.
We hebben Coco even buiten gezet. We gaan even lekker buiten zitten hier. En we blijven eventjes bij de caravan. Want we hebben net besloten dat we gewoon lekker rustig aandoen hier. Gewoon relaxed. En normaal gesproken gaan we altijd even de omgeving verkennen. Ja, we komen hier zo vaak dat dat eigenlijk ook niet nodig is. Want we weten waar we zijn. En ik vind ook dat we deze 2 dagen echt nodig zijn om ons goed voor te bereiden op onze fietsvakantie. Dus ja, je moet het niet te intensief gaan maken nu. Dus we blijven gewoon lekker hier. Dus misschien wel een beetje wat saaiere vlog, maar ja. Ja, nou, er komen nog veel actieve vlogs en veel omgevingvlogs aan. Ook ja. Van deze omgeving, we gaan natuurlijk naar Teuge. Nou, dat is hier vlakbij. Ja, dus maar ja, weet je, dit is ook gewoon camping. Ja, keuken. En gewoon even lekker zitten en even lekker genieten van het zonnetje. Want het zou ook zo gaan regenen, maar dat zeggen wij vaker en dan gebeurt het niet. Maar we gaan gewoon lekker even zitten. Koffie outside. Lekker hoor. Wat lig jij er ontspannen bij? Heerlijk. Ziet er wel een beetje gek uit. Hoezo? Omdat ik nooit lig. Nee, je ligt echt nooit. Nou, ik heb een bakje gemaakt uit de percolator. Ik heb het koffie maken maar even geskipt, want jullie weten inmiddels hoe dat werkt. Dan gaan we lekker even buiten zitten. Het is mooi weer. Als het zonnetje weggaat is het een beetje fris, dan heb je je jas nodig. Maar als die zon schijnt, is het warm. Als de zon schijnt, brand je echt weg. Nou ja, dat is lekker. Ja. We zagen net trouwens herten lopen daar. Een stuk of 4. Wel in de verte. Je had wel een verrekijker nodig, maar ze liepen er echt. Dus wij hebben sowieso wild gespot op deze camping. Ja, ja. 4. Ja, ja. 4 hertjes. Ja. Nou, bakkie. Wij zijn onderweg naar Ilona, want wij gaan een hapje eten met haar. En dan rijden we met haar mee. En het schijnt, tenminste dat heeft zij gereserveerd, dat wij gaan eten bij Riant Manege of zo. Het is volgens mij een manege en een gastrobar, een restaurant in één. Zoiets. Ja. Ja. Stond goed aangeschreven, dus ik denk dat het wel goed is. Ja, zij kent het een beetje delen met de eten. Dus dat is ook wel leuk. Dus als we allemaal een ander gerechtje bestellen, zei Ilona, dan kunnen we van elkaar proeven. Dan wordt het in het midden van de tafel gezet. Leuk. Dus dat concept is wel heel leuk. Ik ruik nu barbecue. Okay. Lekker. Ik krijg nu trek. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Riant in Beekbergen. Ja, ik heb er zin in. En het is ook wel leuk dat we even met haar wat gaan eten. Kunnen we even bijpraten. En we zijn bij Riant. Riant Gastrobar. Nou, de buitenkant ziet er al heel leuk uit. En volgens mij is het ook best druk, want het parkeerterrein staat lekker vol. Ja, dit ziet er wel aantrekkelijk uit. Ik zeg net tegen Ilona, je moet net even de adresjes weten hier, joh. Ons eten is gearriveerd. Wij hebben zeebaars, patatas bravas, dit was hert en dit is kip. Nou, lekker. Nou, geniet ervan. En toen was het ochtend. Nou, we zijn net wakker. Het is onze vertrekdag. Het is ongeveer 9 uur. We zijn eigenlijk al een tijdje wakker. Maar we liggen gewoon nog lekker even te chillen hier. Coco is ook al wakker. Die is uit zijn kooitje. Die zit hier bij haar raam. En gisteravond, want wij gaan nu eigenlijk gewoon... We vliegen over van het eten naar dit. Maar wij hebben eigenlijk niet meer gefilmd gisteravond. We hebben wel lekker gegeten. Het was echt heel lekker. Het concept vond ik ook wel leuk, dat je dan een gerechtje bestelt. Iedereen bestelt een gerechtje. Iedereen krijgt ook een leeg bordje. En je kan dus, nou ja, van elk gerechtje kun je dus wat pakken. Dus je deelt eigenlijk met elkaar. Dus dat was wel leuk. En daarna zijn we nog eventjes bij Ilona geweest. Daar zijn we nog even wat wezen drinken.
Dus dat was ook gezellig. En toen kwamen we thuis rond 11:00 in de caravan en zijn we gelijk naar bed gegaan. Dus ja, jullie hebben niet heel veel gemist, maar ja, nu zijn we hier. Het is ochtend, we zijn wakker. Nou, hoe hebben wij geslapen? Ook goed. Coco die was wel een beetje vroeg wakker, die hoorde ik al een beetje, ja, een beetje op zijn stokje heen en weer lopen. Die wilde eruit. Dus die heb ik er rond 8:00 uitgehaald. Ja, voor de rest. Ja, we gaan vandaag weer naar huis toe. We moeten gaan vertrekken, jammer genoeg. Ik vind het altijd jammer om weer weg te gaan van deze plek. Want ja, ik zal jullie zo het uitzicht hier laten zien. Wij staan natuurlijk zo op het veld. Je kan ook nog zo. Dan heb je het bos op de achtergrond. Of aan de andere kant van de caravan. Maar wij hebben zeg maar aan beide kanten wijd uitzicht. Dus ja, ik ga wel missen hier, maar we komen sowieso nog een keer terug. Dit blijft gewoon een vaste stek. Een paar keer per jaar of zo. Sowieso 2 keer per jaar. En maar ja, vandaag gaan we gewoon lekker rustig inpakken. En daar is Coco. En Nelly. Hallo. Ben je wakker? Goedemorgen. Yes, yes. Ik ben wakker. Nou, als Coco eruit is, moeten natuurlijk de tissues bij de hand. Want hij schijt het hele bed eronder. Om de 5 minuten dan ligt er een drolletje. Heeft hij nu nog niet gepoept? Nee, volgens mij niet. Maar dit is dus eigenlijk zijn plekje. Voor het raam. Met uitzicht. Op de beesten. Kijk, jullie zien het daar. Oh, hij heeft een jeuk. Wie? Nou, die Schotse hooglander. Die staat te krabben aan die boom staan. Ja. Zie je dat? Deed hij, gisterochtend deed hij dat ook al. Oh, kan jij geen ontbijt op bed aan mij geven? Wie, ik? Ja. Ja hoor, ik kan wel een ontbijtje maken voor jou. Een krentenboom met een kopje thee. Oh. Dat vind ik prima. Ja? Ja. Geen pannenkoek? Nee hoor. Bij onze caravan ligt een boom staan. En die wordt gebruikt als krabpaal. Elke ochtend komen ze hier naartoe en dan gaan ze gewoon lekker even krabben hier. Nou, groot gelijk. Hij staat gewoon echt te genieten, joh. Wow, hij heeft echt jeuk. Nou, dit is toch gewoon fantastisch dat je dit vanuit je caravan kan zien. Niet normaal. Nou, het is een beetje grijs vandaag. Aan de ene kant hoop ik dat het zonnetje gaat schijnen natuurlijk, maar het zit er niet in vandaag. Tenminste, niet aan de weersvoorspellingen te zien niet. Maar als het gewoon lekker droog blijft en wij kunnen hier de boel opruimen terwijl het droog is, vind ik alles prima. Nou, ik ga even water tappen. Geef maar. En dan gaan we ontbijten. We zouden eigenlijk een krentenbol in bed gaan eten, maar dat feest gaat niet door. We gaan gewoon even lekker gekookt eitje en alles erop en eraan. Zoals het hoort. Ik had net water getapt. En toen zat ik me eigenlijk te bedenken dat ik jullie eigenlijk de camping nog niet heb laten zien. Maar dat heeft een reden. Want wij zijn natuurlijk hier al vaker geweest in de vlog. Dit is nu de 3e keer. Dus eigenlijk ga je dan een beetje ervan uit dat jullie deze camping kennen. Maar er komen natuurlijk nog steeds abonnees bij. Dus wij hebben ook nieuwe volgers. En die zijn waarschijnlijk nog nooit op deze camping geweest met ons. Dus ik dacht, ik ga eventjes het sanitair gebouw aan jullie laten zien. Het grote sanitair gebouw. Waar je dus kunt douchen. En dan loop ik straks weer terug naar onze caravan. En dan laat ik jullie het sanitair gebouw zien wat bij het veld staat, waar wij staan. Maar het grote sanitair gebouw, dat is dus wel even een stukje lopen vanaf je caravan op het veld. Maar ja, wat je daar eigenlijk als enige doet,
is douchen. Dus ja, nou ja, die ene keer per dag dat je dan dit stukje moet lopen, dat valt ook wel mee. Het is ook wel een leuk stukje, want je loopt gewoon over het park. Over het park met staakcaravans loop je gewoon lekker naar het sanitair gebouw. En dit is het sanitair gebouw, wat dus verder op het veld staat. Of in ieder geval tussen de staakcaravans. Nou, wat mij gelijk opvalt is dit. Gewoon ook van ver af. Ilona heeft een stickertje opgeplakt van ons. Maar dit is dus het bord met informatie. Welkom op Natuurcamping De Groenendaal. En de belangrijke telefoonnummers. Hier heb je een serviceplaats. Daar is het chemisch toilet. Maar die zit nu ook dichter bij de caravan. Dat is nieuw, dat laat ik zo even zien. En dan gaan we natuurlijk ook even de binnenkant bekijken. Hier heb je wasmachine en een droogmachine. En hier heb je twee douches. Nou, Ilona zegt net, het is, wordt volgend jaar een beetje opgeknapt. Maar ik zeg ook tegen haar, ja, het is gewoon schoon. En dat vind ik altijd het belangrijkste van een douchegebouw. Dat het gewoon lekker schoon is. En of het dan een beetje gedateerd is. Want kijk, zoals deze leidingen. Dat willen ze dan vernieuwen en zo. Maar weet je, het is schoon. Het is warm. Tenminste, de douche is lekker warm. Dus dat vind ik het allerbelangrijkste. En alles gaat ook met muntjes, dat wel. 50 cent, wasdroger, wasmachine. En de douche gaat volgens mij ook met een muntje. Ja, volgens mij, dat weet ik zeker. Kijk, 50 cent, 7 minuten douchen. Nou, 7 minuten is een prima tijd. Dat moet lukken, toch? Ja, dit is dus eigenlijk het grote sanitair gebouw. En hier aan de andere kant, daar ga ik dus nu niet in, maar dat is dus eigenlijk precies hetzelfde. Ook douches en twee wasbakken waar je dan even lekker je haar kunt kammen en je gezicht wassen en noem het op. Nou, ik kwam Ilona net tegen dat ik hier naartoe liep. Dus die zegt, ik wacht even op jou, spring jij even bij mij in de kar en dan rij ik jou weer terug naar de plek. Dus die staat hier. Te wachten. Die heeft ook een nieuwe kar. Kijk even. Die velgen ook. Nou, dit is toch fantastisch. Nou, dan ga ik even naast jou zitten, Ilon. Ja. Zo. Hoe hard gaat hij? Ja, ik ben hard. Maar... Wow! Hij trekt sowieso hard op. Kijk, dit is dus gewoon. Ik krijg dus gewoon een lift naar de caravan toe. Dit is toch top? Dan zien jullie de camping ook een keer vanaf een golfkar. Hoe noem je dit eigenlijk? Golfkar. Een golfkar? Ja. Ja? Oké. Verrekijker is ook belangrijk hier. Want die heb je hier echt wel nodig. Wil je een beetje het wild zien? Ja, dit is gewoon eigenlijk jouw wagentje waar je ook een beetje in woont. Ja, toch? Zonder wagentje. Ja. Ik bedoel, als ik jou zie, dan zie ik jou in dat wagentje zitten. Ja. Ja. Lijkt wel de koningin. Ja. Wat een service dit. Nou, dan zijn we er alweer. Het is eigenlijk maar een klein stukje. Ook gewoon als je lopend gaat, is het een klein stukje. Nou, dan laat ik jullie nog even het andere sanitair gebouwtje zien. Dus zet mij hier maar uit. Oké. En dan kun jij een rondje doen, want ja, jij moet natuurlijk... Naar die mensen, ja. Oh, ja, Ilona doet ook elke ochtend even een rondje langs de caravans. Dus, vind ik fijn, want dan kun je gewoon, als je dan iets hebt, kun je het gewoon even zeggen tegen haar of vragen. En je komt ook wel eens op campings, dan zie je eigenlijk niemand. Ook niet de beheerder of... Noem het op. Maar Ilona komt gewoon standaard even langs. Dus dat is leuk. Ook gewoon even voor een praatje. Even gezellig. Ja, gewoon rondrijden. En als ze mij vaak als ze me zien, dan roepen ze me. En als ze niet roepen, rijd ik gewoon door. Ja. Nou, ideaal. Nou, ik neem jullie nog even mee naar dat andere sanitair gebouwtje. Nou, Ilon, bedankt. En we spreken elkaar nog wel vandaag. Okay. Doei. Nou, kijk. Dit is dus het chemisch toilet. Dat is nieuw. De vorige keer dat wij hier waren, was dit er nog niet. Maar dit is wel handig, want dit is gewoon heel dicht bij je kampeerplek. En het is gewoon ook heel netjes gedaan, met een schutting eromheen, dus dat het een beetje afgeschermd is.
En ja, dan sta je eigenlijk gewoon lekker dicht bij je caravan met het chemisch toilet. Nou, dan hebben we hier, kijk, deze bordjes trouwens. Die heeft Anne gemaakt. Die zorgt ervoor dat alles gewoon op een nette en leuke manier aangegeven wordt. Hier staat nog een bankje. Kun je even lekker chillen. Nou, dit is dus het kleine toiletgebouwtje. Er zijn twee toiletjes, man, vrouw. En tenminste, ik zie niet eens dat er man, vrouw op staat. Dat vul ik zelf in. Even kijken. Nou, dit is het toiletje. Ook leuk. Versierd zo met die plaatjes van wild. Want daar draait het natuurlijk om hier. Een spiegeltje. Ja, het is gewoon netjes. Nou, en hierachter, dat ga ik nu even niet filmen, want er staan mensen. Maar daar kun je dus afwassen. En dat is het eigenlijk. Hier staat nog een boekenkastje. Oh, hier heeft ze ook weer onze sticker opgeplakt. Nou, ik zie mezelf overal terug, joh. Kamperen met Ali en Nelly, ja, leuk. Nou, en boeken kun je pakken. Ja, nou, prima toch. Het is niet heel groot of zo. Ook niet heel luxe. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, maar het is wel gewoon goed, schoon. En ze zijn leuk hier en daar gaat het om. Nou, ik ga naar Nelly toe. En die heeft ontbijt gemaakt. Ik zou eigenlijk ontbijt maken voor haar. Of in ieder geval een krentenbol. Maar dat is niet. Dat heb ik niet gedaan. Want ik dacht, ik wil jullie dit ook nog even laten zien. Dus toen zegt Nel, nou, ga ik ontbijt maken en dan ga jij lekker even op pad. Ah, oh, ben je al begonnen? Ja, anders is het gauw. Oh, nou, groot gelijk dat jij niet op mij hebt gewacht. Maar ik ben even met de kijkers naar het toiletgebouw geweest. Naar het grote toiletgebouw. En toen kwam ik Ilona tegen. Dus daar heb ik ook nog even mee gekletst. En toen heeft Ilona mij teruggebracht naar... Met elkaar. Ja, met elkaar naar het veld. Dus vandaar dat het een beetje lang duurde. Maar het was wel even leuk. En zo weten de kijkers die hier nog nooit met ons zijn geweest. Hoe de camping eruit ziet, toch? Ja. Nou, dan ga ik ook snel eten. Anders dan... Is mijn ontbijt ook koud? Wat een flauw grapje. Echt een flauw grapje. Nou, ik ga lekker even eten. Het is vandaag geen dierendag, maar Coco wordt verwend. Die is dol op eieren. Ja, hij krijgt een stukje ei. Zo lief dit. Je vindt die zo lekker. Ik zit overal. Ja? Aan zijn tralies. Ja, zit er nu ook niet uit. Twee stukjes. Stukken aan de kast. Nou, bah. Nou. Nah. Maar zo lief dit. Weet je, volgens mij eet hij de helft dan op van dat ei. Ja. En de andere helft gaat zo in de ronde. Ja. Nou ja. Dat vliegt overal naartoe. Maar hij vindt het wel heel lekker. Ja, maar hij wordt helemaal gek in die kooi als ik een ei ga pellen. Ja. Nou, de caravan zit weer aan de auto. Ja, we gaan eruit. We gaan er weer vandoor. We hebben net nog even een kleine wandeling gemaakt. Gewoon even, nou ja, even in de omgeving hier. Ja, heel mooi. Heel mooi, maar... Op de hei zijn we geweest hiernaast. Ja. Maar wij hebben genoten van deze twee nachten. Het was een kort verblijf, maar wel heel leuk gehad hier. Lekker even met Ilona bijgepraat. En het is gewoon... Deze omgeving blijft voor ons gewoon speciaal en... De camping is gewoon een mooie plek. Met het wild voor de deur. Vanmorgen om 6 uur waren hier nog herten op het veld, heb ik gehoord van iemand. Ja, dat kan dus ook gebeuren. Dat is gewoon voor je caravan langslopen. Ja. En Ilona vertelde trouwens ook nog dat er een hert bij de slagboom gelopen had. Ja, door de tuin. Ja, ja. Ja, kans op wildspotten is hier echt heel groot. Dus als jullie natuurliefhebbers zijn, is dit echt een hele goede plek ervoor. En ja, wij komen gewoon weer een keer terug. Een paar keer terug. Dit blijft gewoon onze... Ja, terugkomcamping. Terugkomcamping. En dat is er maar één. En dat is de Groenendaal. Ja. En daar wijken we ook niet van af. Deze plek heeft ons hart gestolen. Ja, zeker te weten. Nou, we willen jullie bedanken voor het kijken. Ja. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En we zien jullie bij de volgende vlog. Doei!